met die knijper en dan hier de hoek in. Weet je dat? Ja. Nou, dan blijft hij hier hangen. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. We zijn aardig aan het bouwen en de eerste vitrines zijn klaar, al 2 weken van tevoren. En dat is ruim op tijd voor ons doen. Misschien dat het wel grappig is om deze hier zo... De garage van de familie Fry wordt voor de 11e keer omgetoverd tot museum. Een collectie met zeer bijzondere items. Ik heb bijvoorbeeld echt een Sinterklaaspak leggen van voor de oorlog. Want je ziet hier het etiket en er staat een datum op van 1938. En ja, dat is natuurlijk voor de verzamelaar uniek materiaal. Zo kwam hij bij mijn opa en oma waarschijnlijk binnenlopen in dit tenue. Hey, wie wil je mij even helpen? Mark-Jan runt het museum met zijn dochter Davy. Die extra paar handen kan hij goed gebruiken. Zeker tijdens de weekenden dat ze open zijn. We hebben gemiddeld 100 bezoekers per dag. Is het wel een beetje te doen hier dan? Ja, 100 wel. We hebben ook een jaar gehad dat we er 250 hadden op één dag. En dat was voor ons niet leuk, maar ook voor de bezoeker niet leuk. Het stond helemaal vast hier zo. En uiteindelijk is het natuurlijk fantastisch dat hij een keer heeft gekozen voor het mooie Zaanstad natuurlijk. Het is echt vol verwachting, klopt mijn hart natuurlijk. Dat zul je begrijpen als echte Sint-fan. Maar die hele discussie eromheen? Ik vind dat zoals nu is... Zo is het, de geschiedenis. Als dat dan daadwerkelijk zo is, kunnen we niet uitgummen. En voor de rest wil ik er niet al te diep op ingaan. En ik vind dat we dit feest als Nederlanders moeten koesteren met z'n allen. Dan maar hopen dat Sinterklaas zijn eigen museumpje op 24 november komt bezoeken. Dat zou natuurlijk voor mij natuurlijk een fantastische verrassing zijn natuurlijk. Ik doe een oproep. Ik zoek nog iemand voor de officiële opening.